vandaag heb ik een leuke DIY met de foamklei. Wat heb je nodig? Ik gebruik even een ondergrondje. Ja. Ik heb even een doosje gepakt, zodat jullie beter kunnen zien. Foamklei. Kijk, het zijn allemaal kleine balletjes. En kijk. Ik heb gekozen voor een Mentos kokertje. Kijk. Klein dingetje. Kan ook groot zijn. En kleine snoepjes, zoals Skittles. Of als je een grote koker hebt, grote snoepjes kan je dan ook gebruiken. Ik heb gekozen voor deze. Ja, volgens mij is die wel groot genoeg. Ja, ik zit even te kijken welke kleur. Ik ga groen. Groen vind ik wel een mooie kleur. Groen is ook lekker vrolijk. Eerst pak ik wat ik denk dat ik nodig heb. Een bolletje groen. Deze is echt heerlijk zacht. Serieus. Het foamklei plakt echt op bijna alles. Soms een beetje koud. Ik ga even kijken hoe ik het het meest op dit kan laten focussen. Of zoek het even zo. Nee. Maar ik heb dus het kokertje. Zo. Van Mentos. En ik pak het. Eerst ga je even kneden. Wow, het lijkt echt een hele mooie kleur op de camera. Het is gewoon groene. Niet dat mooie minty. Het zou wel echt vet zijn. Maar nu ga ik echt even beginnen. Ik pak dus een klein bolletje. Ongeveer. Nee. Dan ga ik die ga ik zo hier op uitwrijven. Dus zo. Oh god. Dit lijkt zo'n mooie kleur op de camera, maar het is het niet. Het is gewoon groen. En het kan ook zijn dat je dit soms hoort. Maar dat komt doordat ik last heb van rode koorts en dan gaat mijn neus heel erg verstoppen. En ja, je moet gewoon overal een beetje proberen. En zo ga je het hele doosje rond. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga even iets meer foamklei pakken. Kijk, wat je ook kan doen is, je begint gewoon met. Ik maak echt niet uit wat voor kokertje het is. Ik heb gewoon gekozen voor Mentos. Die zag ik liggen en toen dacht ik van, hey, dat is leuk DIY. Kijk, wat ik wel even doe, want kijk, hier zit zo'n dingetje waar je ook wat dicht mee kan doen. Dan ga ik wel even omheen werken. Uiteindelijk wordt die ook wel gekleurd, maar dat doe ik zo. Ik plak hier een beetje. Dan ga je zo tegenaan. Dan, het grote moment, pak je een heel klein beetje. Die ga je er zo in. Twee. En dan kan je even kijken hoe dat er gaat uit gaat zien. Natuurlijk wel goed blijven plakken. Op zich zou ik het ook zo gewoon kunnen doen. Ik ga nu even stoppen, want anders wordt deze video te lang. Dus ik ga gewoon even goed in. Nou, nu heb ik dit. Het ziet er nog niet helemaal netjes uit. Dus kijk, ik heb even iets gladders gepakt. Want het papier bleef het een beetje plakken. Dus ja. Druk het zo erop. Zodat het een beetje gladder wordt. Alle kanten. Dat mag je best wel een paar keer doen hoor. Zo is het niet erg. Totdat je denkt van, kan ook zijn dat je er iets meer over hebt ook. Verdeelt het zich mooi.
dit is hem. Dan ga ik even kijken waar het opening zit hier. Oh. Dus even kijken of je het nog wel open kan. Als je het ook ziet. Nou, dan heb ik een leuk idee. Met de bossen ga ik dat doen. Dit doe ik even terug. Ik heb nog een bolletje over. Ik ga het met geel doen of ik ga het met roze. Nee, roze is cooler. Of met wit. Als het echt een skittle. Ik ga een skittle thuis, maar een neppe skittle. Echt een skittle, hè? Dat is leuker. Nee, nou, nee. Gewoon fantasie. Oeh, die is wel heel hard. Pak een bolletje. Niet super groot zijn er. Oh god. Ik ben er zo van. Heel lang, ongeveer, ja, wel langer dan het doosje, denk ik. Maar ongeveer iets langer dan het doosje. Oh, maar ik ga er een mes van maken, want ik maak er een skitteldoosje van. En... dit is dus mijn S. Ik weet het, hij is niet echt super mooi. De S van Skittles. Ik heb de... dit is de voorkant. Aandrukken. Dit is dus het Skittle-doosje. Ik kan het nog een beetje veranderen. Vind je die mooi na een tijdje? Je kan het zo afscheuren. Je kan het weer opnieuw doen. En nu heb je al het doosje. Maar dat moet er natuurlijk dus nog wel wat snoepjes in. Ik heb het even in dit doosje gedaan. Kijk, groene Skittle. Ik ga het busje openmaken. Ik ga er skittletjes in doen. Ik kan echt gewoon alles in doen. M&M's, Smarties. Alles. Zo. Die zit lekker vol. Maar ik heb er wel rekening mee houden dat hij ook nog dicht moet. Nou, dit is dus mijn DIY. En je hebt echt een heel cute doosje. Dus ja, en dan kan je het laten drogen en dan wordt het hard. Ik heb het nog steeds. Dus... heel veel leuk voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Een like of een leuke reactie is ook altijd welkom. Doei!